Dames en heren, welkom bij VVOJ On Stage. Bij de sessie Hoe overleef ik als onderzoeksjournalist? Prangende vraag in deze tijden. En met name in deze tijden van corona. Mijn naam is Henk Bas. Ik ben uw moderator van dienst. En ik ben werkzaam voor het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en de Universiteit van Amsterdam. Maar we beginnen met een inleiding van Erwin van 't Hof, die ik op mijn beurt weer mag inleiden. Ik heb daartoe een geheel in stijl een 360 graden feedback voor hem gedaan en in zijn omgeving rondgevraagd naar wie we nu precies gaan luisteren. We gaan luisteren naar een getalenteerd onderzoeker die al onderzoek deed naar de positie van de freelance journalist en daar ruchtbaarheid aan gaf op uiterst moderne wijze via podcasts, een boek, social media, workshops. En die op zo mogelijk nog modernere wijze zijn vervolgonderzoek financierde met hulp van Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek doet hij nu promotieonderzoek. En hij beschikt, niet in de laatste plaats, al dus zijn promotor over een jonge, leuke kat. Dames en heren, ik geef heel graag het woord aan Erwin van 't Hof. Hoort hij ons? Ja, Erwin, misschien moet je hem even van mute afhalen. Ja, heel goed. Ja, ik was aan het vertellen over mijn kat, dus zo boeiend was het nou. Maar goed, nou, zometeen komen drie journalisten aan het woord die allemaal hetzelfde doel hebben. En ze willen als freelancer diepgravende journalistiek maken. In het komende kwartier wil ik aan de hand van concrete voorbeelden de bredere context schetsen waarin zij werken, een paar belangrijke inkomstenstromen uitlichten en het belang van samenwerken benadrukken. Want hoe kan je diepgravende journalistiek maken en tegelijkertijd je broek ophouden? Nou, met die vraag hou ik me nu een paar jaar bezig. En voor mijn boek De Nieuwe Journalist interviewde ik samen met Sjoerd Arends 50 freelance journalisten om tot een antwoord te komen. Nou ja, zoals net gezegd, na de publicatie van het boek ben ik begonnen aan een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. En dat onderzoek moet min of meer dezelfde vraag gaan beantwoorden, maar dan de wetenschappelijke versie daarvan. Nou ja, Sjoerd en ik kwamen er al snel achter tijdens ons onderzoek dat de tarieven die media betalen echt lang niet genoeg zijn om diepgaand onderzoek te kunnen doen. In de meeste gevallen betalen de grootste journalistieke bedrijven, zoals bijvoorbeeld DPG Media, per productie of per woord en niet per uur. En tarieven worden vaak niet geïndexeerd. En zijn in veel gevallen in de loop van de jaren zelfs gedaald. De algemene trend in het werkveld op dit moment is dat het risico van de productie van onderzoeksjournalistiek steeds meer verschuift van bedrijven en andere organisaties naar individuen. En geschat wordt dat meer dan de helft van de journalisten op dit moment als freelancer werkt. Ja, veel van die freelancers werken in een financieel onzekere en precaire situatie. En die precaire situatie zorgt ervoor dat een groot aantal journalisten op relatief jonge leeftijd besluit het vak te verlaten. Ik las laatst een recent internationaal onderzoek. Het onderzoek concludeert dat de gemiddelde leeftijd van journalisten in Nederland ongeveer 40 jaar is. Terwijl in andere beroepen ligt dat gemiddelde echt veel hoger. Nou ja, hoe gaan freelancers met deze situatie om? Of met andere woorden, hoe maken freelancers die precariteit waarin ze leven, hoe maken ze die productief? Naar de aanleiding van het onderzoek voor de Nieuwe Journalist wil ik nu een aantal constateringen delen. Nou ja, zoals gezegd gingen Sjoerd en ik op zoek naar manieren om rond te komen als freelancer. En in het begin lag onze focus daarbij puur op geld. We wilden weten wat de verdienmodellen waren van onderzoeksjournalisten die we bewonderen. Maar we liepen al snel tegen iets veel fundamentelers aan. Het belang van intrinsieke motivatie. Want journalisten doen het niet voor het geld, maar omdat ze vinden dat bepaalde verhalen verteld moeten worden. Zo spraken we bijvoorbeeld met Femke van Velzen. En samen met haar tweelingzus Ilse maakt zij onder de naam IF Producties documentaires over onrechtvaardigheden in Afrikaanse landen. Een laatste documentaire, Prison for Profit, gaat bijvoorbeeld over misstanden in een private gevangenis in Zuid-Afrika. Nou ja, gevraagd naar het belangrijkste element van hun aanpak gaf Femke, Sjoerd en mij spontaan het volgende antwoord. En dit is een quote van haar. Het allerbelangrijkste is een onderwerp waarvan je hart sneller gaat kloppen.
En we hebben daar een soort feeling voor. We horen vaak verhalen waarvan we denken, ja, dat is wel interessant. Maar dan raken die verhalen ons niet genoeg. Documentaires maken is niet makkelijk en het financiële traject is ingewikkeld. Je moet echt op zoek naar een verhaal dat je grijpt. Dat moet de motor zijn om de film te maken. Einde quote. Nou, intrinsieke motivatie, zoals hier uitgesproken door Femke, was een terugkerend thema in de interviews voor de Nieuwe Journalist. En de meeste journalisten die het voor elkaar kregen om jarenlang diepgravende journalistiek te kunnen maken, konden heel concreet vertellen wat voor verhalen ze wilden maken. Dus concreter dan bijvoorbeeld, dit hoorden we ook, ik wil graag een documentaire maken of ik wil graag iets voor de correspondent doen. Nou, om dat belang van intrinsieke motivatie te benadrukken wil ik nog twee voorbeelden geven. We spraken bijvoorbeeld met zelfstandig onderzoeker en publicist Remco de Boer. En hij vertelde ons dat hij verhalen wil maken over de energietransitie, omdat hij denkt dat het de belangrijkste discussie is die we op dit moment moeten voeren. We spraken ook met freelance onderzoeksjournalist Olivier van Beemen. En hij maakt al jaren verhalen over de bedrijfsvoering van Heineken in Afrikaanse landen, omdat hij gefascineerd is door de wereldwijde invloed van machtige westerse bedrijven. Nou, het punt hier is dat intrinsieke motivatie freelancers een constante biedt in een vakgebied dat gekenmerkt wordt door financiële instabiliteit en onvoorspelbare carrières. En gedreven door intrinsieke motivatie zochten onze geïnterviewden dus een weg door het huidige journalistieke landschap. Nou hoor ik jullie bijna denken aan de andere kant van het scherm. Van ja, ze leuk allemaal, die intrinsieke motivatie, maar daar kan ik de huur niet mee betalen. Net als met exposure, daar kun je ook niks mee betalen. Daarom wil ik nu twee belangrijke geldstromen behandelen die Sjoerd en ik tegenkwamen tijdens ons onderzoek. Nou, de eerste inkomstenbron die ik wil aanhalen laat zich nog het best samenvatten als ander werk. Documentairemakers Femke en Ilse werkten in het begin van hun carrière in een kroeg waar ze extra lange diensten draaiden. En dan de tijd die ze toen over hadden, die gebruikten ze om een eerste documentaire te kunnen maken, omdat ze van tevoren al wisten dat die nooit genoeg zou opleveren om van rond te komen. Nou, veel freelancers die diepgravende journalistiek maken, die pakken het op een soortgelijke manier aan. In principe financieren ze hun onderzoeksjournalistiek met ander werk. Het waren natuurlijk niet altijd kroegdiensten. Voorbeelden die we tegenkwamen tijdens de interviews voor de Nieuwe Journalist waren bijvoorbeeld lesgeven op hogescholen en universiteiten aan de hand van een onderwerp waar ze expertise mee hadden. Redactiediensten, bureaudiensten, freelance bureaudiensten. En allerlei PR-werk, zoals wervende teksten schrijven en bedrijfsvideo's maken. En opvallend was dat de meeste journalisten met name het PR-werk vaak niet vermelden op hun websites. Met enige regelmaat uiten freelancers in de interviews dat ze liever alleen geassocieerd wilden worden met hun journalistieke werk. En dan vroegen wij natuurlijk door van, nou ja, waarom stop je dat PR-werk zo weg? En dan kregen we soms als reactie dat een echte journalist alleen maar journalistiek werk zou moeten doen. De indruk ontstond dat freelance journalisten het idee hadden dat ze het minder goed deden dan anderen, omdat ze niet konden rondkomen van journalistiek werk alleen. Maar surveys onder journalisten uit het buiten- en binnenland laten juist steeds weer zien dat de meerderheid van journalisten niet journalistiek werk doen om het inkomen aan te vullen. Dus niet journalistiek werk doen als journalist is dus geen enkel teken van individueel falen, maar voor velen een logische reactie op de structureel precaire staat van het journalistieke werkveld. En sterker nog, hoewel altijd moet worden gewaakt voor belangenverstrengeling, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie die ook gevoerd moet worden, gaf PR-werk freelancers vaak de financiële rust om verhalen te kunnen maken die ze echt belangrijk vonden. En dat gold zeker voor de jongere freelancers die wij spraken in het kader van ons onderzoek. Nou, een goed voorbeeld van deze dynamiek kregen we van Koen van der Ven. Hij is nu na zijn rol als bestuurslid bij de VVOJ in dienst bij de Groene Amsterdammer. Maar toen we spraken was hij nog freelancer. En aan het begin van zijn carrière deed hij kort PR-werk voor een netbeheerder en freelance redactiediensten bij de nieuwsdesk van RTL Z. En daarover zei hij tegen ons, en dit is weer een quote, het was prima werk, maar niet het werk waar ik van droomde. Maar het zorgde er wel voor dat ik een financiële basis had. Ik wist dat ik de huur kon betalen. En dat gaf rust. Einde quote. En die rust zorgde er voor Koen voor dat hij een groot verhaal voor de Groene Amsterdammer op poten kon zetten. Een long read over Kaliningrad. Een Russische enclave tussen Litouwen en Polen.
Als Koen destijds had besloten dat een echte journalist nooit, never, niet PR-werk doet, was dat verhaal misschien nooit van de grond gekomen en de rest van zijn carrière misschien ook niet. Nou, de tweede belangrijke inkomstenbron die ik hier kort wil uitlichten is subsidie. En in een notendop, voor wie dat niet weet, werkt dat zo. Veel freelancers vragen eerst een identiteitsverklaring van publicatie bij het medium waar ze willen publiceren. En met die identiteitsverklaring wordt vervolgens subsidie aangevraagd bij fondsen zoals het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Nou, de tarieven van uitgevers in combinatie met subsidie kunnen dan de ruimte creëren om tijd te steken in onderzoek. Dat gebeurde heel vaak, dat we dat hoorden, het gebruik van subsidie. Maar dat het gros van de onderzoeksjournalistiek in Nederland mogelijk gemaakt werd door subsidie, was niet bij al onze geïnterviewden doorgedrongen. Zo spraken we bijvoorbeeld met Rens Liemann en hij schreef Uber voor Alles, een boek over de platformeconomie. En al snel realiseerde hij zich tijdens het schrijven van het boek dat extra geld welkom was om meer ruimte te creëren voor het tijdrovende project. Want het boek schrijven is gewoon ontzettend veel werk. En zijn uitgever wees hem toen op het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En op dat moment voelde subsidieaanvragen voor hem nog niet gelijk als een logische stap. Want hij zei tegen ons, dit is hier een quote, ik dacht toen, waarom ben ik de subsidie waard? Het is nog niet zo bijzonder wat ik doe. Ik doe gewoon mijn werk als journalist. Einde quote. En hij besloot toch een aanvraag in te dienen. En uiteindelijk kreeg hij €7.000 toegekend. Hij zei er later over, dit is weer een quote, de steun uit het fonds was erg fijn. Als ik iets aan andere freelancers mag meegeven, dan is het dat je niet vooraf moet denken dat je geen kans maakt op subsidie. Einde quote. En wat Sjoerd en ik ook vaak hoorden over subsidie, afsluitend, is dat redacties zoals Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer freelancers soms actief helpen met het doen van subsidieaanvragen. Nou, ander werken bijdoen, fondsen aanvragen. Freelance journalisten moeten een hoop ballen hoog houden om onderzoeksjournalistiek mogelijk te maken en tegelijkertijd de broek op te houden. Wat wij zagen is dat veel freelancers dat probleem oplossen door intensief samen te gaan werken. Nou, in Nederland bestaan verschillende collectieven van onderzoeksjournalisten. Nou, bekende voorbeelden daarvan zijn Investico, Follow the Money, de Investigative Desk en onderzoekscollectief SPIT. Nou, van die laatste panellid Diewertje Kuipers, een van de oprichters, daar gaan we zo meteen nog veel meer over horen. Maar wat nu even belangrijk is, is dat de financiële motor van de meeste onderzoekscollectieven subsidiegeld is. En samenwerkingsverbanden bieden de mogelijkheid om grotere subsidiebedragen binnen te slepen. En ook om grotere projecten op poten te zetten. Maar er zijn ook andere praktische voordelen die ik even wil uitleggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om met elkaar te sparren, om taken te verdelen en om elkaar te steunen op momenten dat het even tegenzit. Een freelancer die we voor het boek interviewden drukte Sjoerd en mij op het hart dat freelancers misschien niet dagelijks op een redactie zitten, maar dat ze wel altijd zelf collega's kunnen creëren. In de dagelijkse praktijk zagen we dat freelancers met een vergelijkbare intrinsieke motivatie vaak de handen ineensloegen om toch de journalistiek te kunnen maken die ze belangrijk vonden. Nou, tot slot wil ik niet voorbij stappen aan de scheve machtsverhoudingen in het huidige journalistieke landschap. Want ja, zoals ik net vertelde, freelancers zoeken en vinden op allerlei manieren een weg om toch diepgravende onderzoeksjournalistiek te maken. Maar om met de woorden van hoogleraar mediastudies Mark Deus te spreken in een interview wat wij deden in het kader van het boek. De hele media-industrie drijft op dit moment op een precaire dobber van gratis en onderbetaald werk. En op de lange termijn is er meer nodig dan de vindingrijkheid van individuele freelancers om de onderzoeksjournalistiek in Nederland van hoge kwaliteit te houden. Uitspraken die vaak terugkwamen, ook in een wetenschappelijk onderzoek, zoals freelancers moeten zich als merk in de markt zetten of freelancers moeten innovators en ondernemers worden om de journalistiek te redden, leggen net zoveel, zoals veel mediabedrijven dat bewust of onbewust doen, een onevenredige druk op individuen. Met een ondernemende houding kunnen individuele freelancers zich inderdaad navigeren in het huidige journalistieke landschap. Maar dat betekent niet dat daarmee de structurele misstanden waarmee makers te maken krijgen, worden opgelost. Nou, samenwerking tussen freelancers kan een grote rol spelen om de situatie in het journalistieke werkveld op de lange termijn te verbeteren. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit het initiatief van freelancer en panellid Jochem van Staalduinen om samen met andere freelancers het gesprek aan te gaan over arbeidsvoorwaarden op de redactie van Trouw. En op andere redacties, zoals die van het NRC, hebben soortgelijke acties plaatsgevonden.
En druk vanuit de NVJ zorgde er recent voor dat de tarieven bij de publieke omroep minimaal 150% moeten zijn van het gelijkwaardige cao-loon. Nou, ik hoop dat deze overwinning slechts een voorproefje is van nog veel meer acties die komen gaan. Maar bij dit soort collectieve acties denk ik dat er ook een rol is weggelegd voor journalisten die in dienst werken. Want ook voor hen zijn in veel gevallen de mogelijkheden om onderzoeksjournalistiek te bedrijven in de afgelopen decennia afgenomen. En dat geldt zeker als je kijkt naar de lokale media. De vele ontslagrondes bij mediabedrijven laten zien dat niet alleen freelancers, maar ook journalisten in dienst zich in veel gevallen in een precaire en onzekere positie bevinden. Ik hoop daarom dat de discussie over de arbeidsomstandigheden van journalisten op de lange termijn voorbij het dualisme van freelance versus vast gaat. Zeker omdat de stem van vaste medewerkers vermoedelijk makkelijker de oren van beslissmakers bereikt. Ja, en afsluitend, als mij iets duidelijk is geworden tijdens de afgelopen paar jaar onderzoek, is het dat je als freelancer nooit alleen hoeft te zijn. Freelancers met gemeenschappelijke intrinsieke motivatie zoeken elkaar op. Ze helpen elkaar formeel en informeel. Het is daarbij belangrijk om eerlijk en open tegen elkaar te blijven. Over elkaars werkomstandigheden, over elkaars freelancepraktijk, over elkaars inkomstenstromen en, ook heel belangrijk, over elkaars onzekerheden. Om het te hebben over zowel oplossingen om op de korte termijn onderzoeksjournalistiek te produceren, maar ook om arbeidsomstandigheden op de lange termijn rechtvaardiger te maken. Dankjewel. Dankjewel, Erwin. En we zijn weer terug in De Zwijger, waar we gaan napraten over dit inspirerende, waarschuwende, maar hopelijk ook wat geruststellende verhaal met drie panelleden. Diertje Kuipers, David Hielkema, Jochem Staal-Duinen. Het verhaal over intrinsieke motivatie, ander werk, subsidie en samenwerking. Maar laat ik eerst even vragen wie er precies hier aan tafel zitten en hoe zij hun carrière in de onderzoeksjournalistiek begonnen zijn. Diertje. Ja, mijn naam is Diertje Kuipers. Ik zou vooralsnog niet spreken van een carrière in de onderzoeksjournalistiek, want ik ben er nog niet zo lang. Ik ben echt uit de wetenschap de journalistiek ingerold. Dus mijn intrinsieke motivatie zit denk ik meer bij onderzoeken zelf, waarbij journalistiek een manier is om dat te bedrijven. Sinds vorig jaar ben ik aangesloten inderdaad ook bij Coöperatie Spit. Dat is een collectief van onderzoeksjournalisten. En ja, er werd al even aangereferd. Het is echt, we zijn begonnen met nou ja, eerst Bram Logger en Parsifal Wijnen zijn overigens de oprichters. Kim van Keek en ik hebben ons daar vorig jaar bij aangesloten. En gelukkig hebben we dit jaar kunnen uitbreiden met Hesse de Boer en Joost de Mar. Dus we zijn nu een collectief van 6 onderzoeksjournalisten. En wij hebben echt inderdaad gemerkt dat die samenwerking opzoeken niet alleen heel fijn is, want dan heb je ook een soort van directe collega's. Maar het helpt je ook inderdaad met je onderzoek. Maar ik denk dat we daar straks ook nog wel uitgebreid op zullen terugkomen. Mm-hmm. Goed, prima. Ik ben David Hielkema, ik zit bij Parool, ben ik opinieredacteur. Eigenlijk dit jaar afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, journalistiek. En het afgelopen jaar ja, 4 grote onderzoeksprojecten gedaan. Ik durf mezelf ook naar een beginnend onderzoeksjournalist. Ja, dat eigenlijk. Te noemen. En ja. Die 4 projecten gingen over? Eentje over GGZ-instelling, dat zou je ook meer onder verhalen journalistiek kunnen schuilen. Ja. Maar wel 2,5 maanden, 3 maanden onderzoek. Over het Haga ziekenhuis in Den Haag. Met veel data wat verkeerd ging, wederom. En het ging over de recente Saravana Bhavan. Dat Indiaas restaurant in Amsterdam, waar veel arbeidsuitbuiting plaatsvindt. Ja. Dan had ik er nog één, waarvan ik het nu even... Oh, Argos, over hoe Nederlandse gemeenten met data omgaan. Oké. Okay. Eigenlijk heel slecht. En gepubliceerd bij Argos? Argos, bij klopt. Ja. En NRC. En AD. Kijk. Dus 4 verschillende... Media. Ja. Diversifiering. Ja. Jochem. Ja, ik ben Jochem van Staal-Duinen. Ik stel mezelf meestal wel voor als onderzoeksjournalist, hoewel ik het ook nog maar een paar jaar doe. Ik ben begonnen ooit met een eerste onderzoek, toen nog als student met Gerrie Pols al en een derde collega Nienke Hidding. Het ging over Flitskriet en daarna is eigenlijk alles doorgerold. Dus artikelen voor de correspondent, Argos, dat is dan geen artikel. Volkskrant, Trouw, het is van alles nog wat we doen. En het is nu dus nog steeds vaak samen met Gidi. De laatste tijd zijn we veel bezig met een belastingontwijking voor die investigative desk. Daarnaast doe ik veel voor Trouw. Ik deed veel als regiocorrespondent tot afgelopen vrijdag. Ik ben net gestopt. En nu ben ik weer gewoon freelancer. Kijk eens aan. En gelouterd onderzoeksjournalist. Oh ja, dat is ook waar. Ik heb een prijs gewonnen, de aanmoedigingsprijs van de Roep.
Kijk. Voor een onderzoek, misschien moet ik dat ook even zeggen, over de erfenis van de DSB-bank. Hoe gaat het nou 10 jaar later met de regio, de spaarders, nee, de leners, sorry, en de bank zelf. Oké. Heel mooi. En prachtig panel. Hebben jullie reagerend op het verhaal van Erwin? Heel veel herkenning eigenlijk. Ja? Wat hij zegt. Over inderdaad de intrinsieke motivatie die we hebben om dit te moeten doen. Toch wel naast... Ik kan dit doen omdat ik opinieredacteur ben bij het Parool, ook freelance. Mm-hmm. Maar dat is wel mijn vaste inkomen, waardoor ik al die vrije tijd die ik overhoud in dat onderzoek kan steken, keer op keer. Er zit heel veel erkenning eigenlijk in dat verhaal. Oké. Geldt dat ook voor jou? Ja, wat ik vooral heel erg merk sinds ik ben gaan freelancen is ook het gebrek aan besef bij mensen in vaste dienst en inlevingsvermogen dat gewoon iets doen wat geen geld oplevert. Zoals wij zitten hier nu gratis, omdat wij geloven in dit onderwerp. Maar ik ben nu niet bezig met een artikel voor Vrij Nederland of de Groene Amsterdammer of voor een andere opdrachtgever. En mensen met een vast contract, ja, daar wordt ook een beetje van verwacht dat je bijvoorbeeld in dit soort panels gaat zitten of dat je een keer naar een conferentie gaat. Hè. Bijvoorbeeld als je bij de NLS werkt, dan worden er kaartjes voor de VVOJ-conferentie gekocht en kost een inwoning bij wijze van spreken wordt voor je geregeld. En als freelancer heb je dat gewoon niet. Er wordt ook heel veel gevraagd ook. En gelukkig is dat besef bij bijvoorbeeld hogescholen en universiteiten is er in mijn ervaring wel. Want als die bijvoorbeeld vragen van, goh, wil je een keer een gastcollege komen geven of iets komen vertellen? En of het nou over de journalistiek gaat of mijn vakgebied. Ze hebben altijd het besef van, maar natuurlijk gaan we jou betalen. En natuurlijk zorgen we dat de reiskosten ook worden vergoed. En dat besef, en dat vind ik toch best wel verbazingwekkend voor een vakgebied waar gewoon bijna de helft freelancers zijn. Is er nog steeds geen besef bij mensen in vaste dienst van, oh, ik vraag nu iets van je, dat kost jou tijd, wat je niet kan besteden aan betalende opdrachtgevers. En dat vind ik wel iets, die kloof die echt bestaat, vind ik wel opvallend voor het vakgebied journalistiek. En nog steeds ondanks de pogingen van NVJ om... Dat is ook zoiets. Dat is hartstikke leuk, vind ik, dat de vakbond zich ook actief maakt. Maar dan vragen ze ook weer, ja, kun je vanaf een vrijdagmiddag om 2 uur aanwezig zijn? Ja, dat betekent dus dat ik weer een halve dag niet bezig kan zijn met betaalde opdrachtgevers. Dus dat wordt het ook inderdaad moeilijk ook om freelancers te mobiliseren. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen van, ja, je strijdt ook voor je eigen tarief om die te verbeteren. Dus dan mag je misschien ook wel wat in investeren. Maar die dobber, die waar ook net ook naar werd gerefereerd, die zo dun is, ja, voor freelancers is het al gewoon zo erg... Het elastiek is al zo erg uitgerekt, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Het is al zo lastig. Dus ja, elk beetje extra wat je vraagt, elke halve dag... al is het voor iemand in vaste dienst, maar klinkt het als een paar uurtjes. Vaak is het echt gewoon een halve dag minder inkomsten. En dat maakt echt wel veel verschil voor freelancers. Ja. Jochem, heb jij een reactie op het verhaal? Ja, wat ik niet zo erg herkende was het PR-gedeelte. Misschien ben ik de enige daarin, dat weet ik niet zo goed. Maar ik heb niet zoveel PR-werk gedaan en ik heb het ook niet echt nodig. Voor wat mij betreft, ik ben meer een subsidieslurper. Ja. En dat gaat eigenlijk echt wel goed. Dat is best wel te doen om geld binnen te halen. En ik kan er ook wel van rondkomen zonder dat ik er rijk van word. Mm-hmm. Dus ik heb, als het gaat over geld zorgen bij freelancers, dan ja, zeker. Maar niet als het gaat om onderzoeksjournalistiek, wat mij betreft. Want daar is het in ieder geval, in mijn ervaring, wel te doen. Okay. Ja, we zitten ook bij Investigated Desk, dus dan zit je ook bij een breder collectief. En je merkt wel, als je als één pitter subsidie moet aanvragen, is het echt wel lastig. Want je bent best wel veel tijd bezig ook om die subsidieaanvraag op te zetten. En je merkt wel bijvoorbeeld bij de Investico, maar ook Investigated Desk, daar zitten gewoon mensen die zich ook bekwaamd hebben de afgelopen jaren in hoe kan ik een subsidie aanvragen. Dus dat wordt ook best wel verdeeld ook, want het kost gewoon tijd. Die tijdsdruk binnen zo'n collectief. Dat merken wij al met z'n vier of met z'n zes in het verschil in fondsenverwerving. Maar ook dat kost tijd. En ik denk dat met name ook voor eenpitters, dat misschien die dan eerder geneigd zijn om dan die commerciële klussen bij te doen. Ja. Want soms ben je gewoon echt een week bezig met een subsidieaanvraag. Ja. Dus dat is best wel veel tijd ook. Ik weet niet ik herken dit. Ik bedoel, ik denk dat wij in een luxe positie zitten waarin we dat kunnen doen. Ik zit ook in een luxe positie dat ik dat ernaast heb bij het Parool, waardoor ik die onderzoeken kan doen. En inderdaad in mijn eentje een subsidie aanvragen, ja, dat is wel een barrière. Ja. Ja. Maar ja. Subsidieslurper, zeg je net. Ja. En je hebt geen PR-werk hoeven doen. Heel weinig, laten we daar praten. Heel weinig. Dat brengt ons wel Tim Luimers, die dit gesprek voorbereidde. En ik heb een aantal stellingen ontwikkeld, ook over onder andere dat werk. Heb je het huidig ook moeite mee hebben om PR-werk te verrichten? Nee, ik denk er wel altijd over na. Ik heb wel 1 of 2 keer per jaar dat ik iets PR-achtigs heb.
Want het verdient gewoon wel natuurlijk goed. En ik denk er wel elke keer over na, kan ik dit nog, kan ik hierna nog ditzelfde bedrijf kapot schrijven? Eigenlijk is dat de hoofdvraag. Ja. En zolang het een klein deel van het werk blijft, dus het moet geen substantiële vormen aannemen. En zolang je niet het bedrijf echt aan het promoten bent. Wat vaak, ik heb voor de Rouwbank een keer een stuk geschreven over schulden en hoe je eruit komt. Ja. Nee, dat heeft niet zoveel met de Rouwbank te maken, behalve dat ze het belangrijk vinden. En dat vind ik ook een kenmerk. Ik zou niet zo gauw echt promotie maken voor een bedrijf. Ook omdat ik het gewoon verschrikkelijk vind om dat te doen. Dus je moet erover nadenken, maar het kan zeker. En heb je dan het gevoel dat je dat zelf verschrikkelijk vindt? Of heb je het gevoel dat je collega's over je schouder heen kijken en dat af zouden keuren? Ik vind het zelf verschrikkelijk. Dat mijn collega's dat waarschijnlijk ook wel afkeuren. Maar ik zou me er niet voor schamen. Het staat niet op mijn cv, dat moet ik erbij zeggen. Maar dat komt vooral omdat het zo weinig is. Dat het niet zoveel voorstelt. Die barrière, voel jij dat ook, David? Ja, ik zeg altijd dat ik het wel zou doen, commerciële klussen. Maar inderdaad wel met het idee erachter, wat kan er uitrollen? Dus inderdaad, kan ik hierna er niet meer over schrijven? Dan doe ik het niet. Maar Erwin haalde het net aan dat je intrinsieke motivatie nodig hebt om dingen te doen, ook te onderzoeken. Dus ook die onderzoeksprojecten die moet ik leuk vinden. En ik denk dat hetzelfde geldt voor commerciële klussen. Het moet wel van ver komen om PR-stukken te gaan schrijven. Ik had er al als stagiair bij het Parool had ik daar al moeite mee af en toe dat je bepaalde stukken moet schrijven, omdat dat nou eenmaal hoort bij een stagiair zijn. Dus ik vraag me af of ik dat uiteindelijk zou doen. Dat waren commerciële stukken? Nee, geen commerciële stukken, maar meer dat je hebt gewoon rubrieken die je moet vullen af en toe. Ja. En dat is leuk voor een paar keer, maar na 2 maanden ben je daar wel klaar mee. En die grote stukken, daar haal ik voldoening uit. Okay. Dus als je commercieel gaat schrijven, ja, dan kom je ook tegen veel stukken aanlopen waar ik persoonlijk geen, behalve financiële gewin, weinig plezier uit haal. Dus het moment dat ik dat niet nodig heb, doe ik het liever niet. Maar ik sta er niet onwillend tegenover. Hoe zit het voor jou, Diewertje? Geef ik nog wel eens les ook aan universiteiten. Dat is dan een vak als politicoloog. Dus ja, dat is dan heel wat anders. Ik geef ook gewoon binnenkort weer een vak op de Defensieacademie. Maar dat is inderdaad echt omdat het een wetenschappelijk organisatie is, vind ik dat oké. Maar ik zou bijvoorbeeld nooit een klus doen voor het ministerie van Defensie, omdat ik veel over het onderwerp schrijf. Dus ik heb veel meer dat, kan het wel, kan het niet inderdaad. Dat zou ik juist als journalist, ik schrijf over binnenlandse politiek, gewoon echt totaal niet voor de overheid werken. En al helemaal niet in het gebied van veiligheid. En dan gaat het niet over of kan je het voor jezelf scheiden. Maar ja, ik schrijf zelf ook wel eens over politici met de schijn van belangenverstrengeling. Dus dan moet ik dat zelf ook niet willen, zal ik maar zeggen. Hè? Want je bent als journalist ben je continu bezig anderen de maat te nemen. Dus dan moet je zelf ook, denk ik, wel streng zijn. Maar ik heb inderdaad ook wel eens klussen afgeslagen. Bijvoorbeeld de wapenindustrie. Vroeg of ik bijvoorbeeld een dag aan elkaar zou willen praten als wapenvoorzitter. Of dagvoorzitter. En toen heb ik gezegd, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Nee. Oh, leuk, dat zie je vragen. Nee, en thuis werd wel gezegd van, dit had wel gewoon een maand inkomen in een dag kunnen zijn. Ik zeg ja, maar ja. Dat wel heel verleidelijk is. Ik kan me in dat voorstellen, maar ik denk, dat moet je gewoon niet willen gewoon. Dat moet je ook. Ik heb liever dat dan eet je maar gewoon 1 boterhammetje minder, bij wijze van spreken. Maar als je die intrinsieke motivatie hebt, inderdaad, dat is, daar werd ook veel over gesproken, dan moet je dit soort dingen ook gewoon niet willen. Ik bedoel, inderdaad zeker, ik zou nu ook bakken geld kunnen halen, binnen kunnen halen, door mezelf te laten vloeien als consultant voor overheden, een beetje dagvoorzitterschappen bij inderdaad wapenbedrijven of andere dingen. Dat kan allemaal, maar dan moet ik geen journalist zijn. Omdat dat juist precies de instanties zijn die je wordt ervoor betaald om die te controleren. Dus daar moet je niet vervolgens gezellig goed betaalde opdrachtjes voor doen. Dus ik denk dat er ook nog wel, het is niet heel erg super zwart-wit. Ik kan me voorstellen, een PR-tekstje wat je een keer voor een website schrijft en je gaat de volgende dag over gemeentes een onderzoek doen. Ja, dat bijt elkaar dan niet. Maar jij zit natuurlijk ook wel in een positie weer waar je dat in kan doen. Want je bent al redelijk gevestigd of steeds meer gevestigd aan het worden. Er zijn ook beginnende onderzoeksjournalisten die dat niet hebben. Nee, ik heb echt een luxe positie. Ja, want dus, ik kan ook dus gewoon zeggen, ik vind journalistiek super leuk om te doen. En ik heb altijd kunnen zeggen, en dat kan ik nog steeds zeggen, van, en misschien dat ik daardoor ook me best wel grote mond kan veroorloven. Ja. En dat doe ik dan met heel veel omdat ik weet van, als niemand mij wil hebben en ze denken, die Kuipers zijn we echt helemaal klaar mee, dan ga ik gewoon het anders doen. En daarom denk ik dat het met name voor jonge freelancers ook belangrijk is om daar ook als wat meer oudere freelancers, maar ook
ook mensen in vaste dienst, wat ook werd gezet. Mm-hmm. Daar moeten we echt wat meer voor opkomen. Ja. Want die jonkies, die hebben het echt best wel zwaar. Want als je niet inderdaad een veilige plek kan vinden, een veilige boomhut, zoals ik mm-hmm. het wel eens noem, zoals bijvoorbeeld een Investico of een Vallende Man of een andere plek waar je dan vanuit waar je je ding kan doen, dan is het als één pitter echt gigantisch moeilijk om verder te gaan dan alleen die bureaudienstjes en van maand naar baan te leven. Ja. Het is gewoon zo. Duidelijk, ja. En toch, als David voor het Parool schrijft, ik kom niet veel advertenties van de wapenindustrie tegen in het Parool. Maar er komen wel advertenties tegen in het Parool, die toch ook jouw salaris betalen. Ja, maar dat staat gescheiden van de krant. Dus voor zover ik weet gaan wij daar helemaal niet over. Dat staat er los van. Okay. Wij houden ze ook niet tegen. Maar je zou zelf dezelfde rigide eisen kunnen of standaard kunnen hanteren voor jezelf om dat die klussen wel aan te nemen en toch je integriteit als journalist te behouden. Hoe bedoel je dat? Nou, dat je dus... Kijk... Je moet naar een verdienmodel streven. Ja. Ja. En dan kan het aannemen van commerciële klussen natuurlijk best aantrekkelijk zijn. Nee, dat herken ik ook. En ik heb het zelf nog niet gedaan. En het is een zelfbehoedzaamheid dat je dat niet doet. Nee, zeker. Terwijl je wel schrijft voor media die dat wel doen. Ik denk dat je daar heel ethisch naar moet kijken wat kan wel en wat kan niet. En dat is denk ik een beetje een herhaling van wat we net zeiden. Maar je maakt continu ethische keuzes. In welke onderwerpen kies je? Ons vak zit vol met ethische keuzes die we maken. Dus ook denk ik in de commerciële klussen die je wel of niet neemt. Ik denk als je voor Lowlands een fantastisch iets kan schrijven en daar veel geld mee, misschien verdien je er geen veel geld mee, maar dan zal je dat minder bijten met de wapenhandel. Maar daar kan je natuurlijk wel een balans in maken. Ja. Als je veel over dat onderwerp weet. Maar als je muziekrecensent bent, moet je dat niet doen. Dan moet je alleen dat als je geen muziekrecensent bent. Precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja, ik schrijf veel over vluchtelingen in Amsterdam, over ongedocumenteerden. Nou, dan moet ik niet voor vluchtelingenwerk.nl interviews gaan afnemen. Dat gaat elkaar bijten. Ik het is wel jammer, want dat precies het onderwerp waar je veel van af weet. Ja. Daar mag je dus niks mee doen. Nee. Ja, dat betaalt dan meestal ook beter. Omdat inderdaad je verstand hebt van het onderwerp. Dus ik snap ook wel dat het heel verleidelijk is om dat dan vervolgens te gaan doen. Maar ik denk inderdaad, als er al een zekere mate van een soort van Venn-diagram is qua onderwerpen waar je mogelijk over schrijft op commerciële klussen. Dan moet je dat zoveel mogelijk, denk ik, voorkomen. Of nou overheid of bedrijf. Een goed voorbeeld is natuurlijk Twan Huis die dat heeft gedaan met zijn programma destijds. Toch? Hoe heet het ook alweer? College Tour. College Tour, daar heeft hij ook een commercieel college tour van gemaakt, waar heel veel terecht ophef over was, waar hij gewoon goud geld mee verdiende. Ja, de Wereld Draait Door heeft het volgens mij ook gedaan. Ja. Die heeft het ook commercieel verkocht. Als journalistiek format. Maar Twan Huis in ieder geval wel. Ja, dat zijn echt dingen. Dan denk ik, maar dan ben je gewoon een beetje ordinair. En dan zitten wij als gewoon één pittertje, zit je dan een beetje ethisch te wezen. Maar dat is wel eens frustrerend voor het vak, hoor. En ik kan wel begrijpen dat dat zeker ook voor jongere mensen ook frustrerend is, want dan zie je ook gewoon mensen dan, als ze eenmaal gevestigd zijn, dan komt er ook een soort van schaamteloosheid bij of zo. Dan is het allemaal geen probleem en die verhuren zich overal in als dagvoorzitter en het kan allemaal. Huwelijken doen ze. Huwelijken van alles wat kun je zo inhuren. Ik snap dan wel dat je dan als freelancer, terwijl jij dan echt heel erg zit af te wikken en te wegen, kan dat wel, kan dat niet. Terwijl ondertussen wel, dat is onderdeel van die intrinsieke motivatie, waar tegelijkertijd ook wel een beetje misbruik van wordt gemaakt door uitgevers, waardoor je ook zo weinig verdient. Als je dat dan ziet als bij vakgenoten, dan kan ik me wel enige verzuchting voorstellen, zou ik maar zeggen. Nee. Ja. Hebben jullie wel eens iets verzwegen op je cv? In die trant? Bij mij kan je zien dat ik bij ABP heb gewerkt. Bij IJmeer heb ik gewerkt vroeger. Dus dat kan je. Nee, ik verzwijg niks. Nee. Nee, ik ook niks. Nee. Wat bedoel je met verzwijgen? Nou ja, dat als je dus. Want je zegt, er is wel eens, hè, de Rabobank in jouw geval. Nadat je de DSB kapot had geschreven, kreeg je een beloning van de Rabobank om een stuk voor hun te schrijven. Nee, het was ervoor. Verder voor gelukkig. Zet je dat op je cv, dat je daarvoor gewerkt hebt? Nee, dat zet ik dus niet op mijn cv. Verbergen. Ik zet er niet elke klus op mijn cv. Dus het is niet dat alles daarop staat wat ik ooit gedaan heb. Het is meer, het is niet met opzet dat je het niet noemt. Nee. Oké. Werk je meer dan 40 uur in de week? Meestal. Je hebt ook weken dat je niet zoveel te doen hebt. Mm-hmm. Maar de meeste weken heb je wel gelukkig wat te doen. En dan kom je wel boven de 40 uit, Zal dat ook voor jou? Absoluut. Ja? Okay. Ja, veel uren? Ik denk wel 50. 40, 45. Oké. Okay. Ja. Denk je dat het ook minder zou kunnen? Moeilijk. Ja, dat zou kunnen. Maar dan zou ik minder
Dan zou ik me meer focussen op het parool. Dus dan zou ik minder focussen op de andere projecten die ik daarnaast doe. Oké. Ja. Hoe gaat het voor jou, Diortje? Bij mij heeft het een tijd toch echt wel dik boven de 40 gezeten. Maar ik heb sinds afgelopen jaar, en inderdaad, ik ben ook in de positie om dat te kunnen doen, in ieder geval te zeggen van zaterdag en zondag doe ik het gewoon niet. Dan werk ik dat je ook echt. En ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om iets van een weekend ook, of iets in ieder geval één dag dat je niks met je werk te maken hebt. Omdat ik ook merkte van als ik dat deed, dan werd ik ook veel productiever. Want ik merkte op een gegeven moment ook van ja, dan heb je wel een week van 50 uur. Maar dan ga je kijken, ja, hoe effectief heb ik die 50 uur eigenlijk besteed? Sorry. En dan merk ik op een gegeven van ja, mijn emmertje zat hier wat vol. Dus die tekst is eigenlijk ook helemaal niet zo mooi als die had kunnen zijn. Of je kijkt terug naar bijvoorbeeld, nou ja, dan heb je wat data verzameld en dan ga je terugkijken en denk je van, oh, maar hier heb ik allemaal hele rare, storige foutjes gemaakt. En die moet je dan weer verbeteren. Dus ik ben het afgelopen jaar toch echt wel bezig geweest om gewoon echt wat effectiever ook met mijn tijd om te gaan. Maar ook om te zorgen van de uren die ik werk, dat ik die ook wel heel zo efficiënt mogelijk gebruik. En dan is het ook mogelijk inderdaad om op zaterdag en zondag te zeggen van jongens, ik ben er even niet. Maar ja, tenzij je natuurlijk een brekend verhaal hebt. Maar in de onderzoeksjournalistiek gebeurt dat heel weinig. Dus dan kan je dat wel veroorloven. Okay. Maar ik denk dat je daar ook als freelancer zeker voor moet waken. Dat je ook echt wel pak alsjeblieft gewoon die 8 tot 9 uur slaap die je nodig hebt. Want anders dan gaat je effectiviteit en de kwaliteit van je werk ook achteruit. En dat is zonde. Mm-hmm. Ja. Duidelijk. Ik denk dat dit breder speelt dan de freelancers, hoor. Dit werkprobleem. Als je op een redactie zit, wat we ook al zitten misschien. In ieder geval wel. Dan heb je ook standaard lange dagen te maken. Want eigenlijk vanuit de aard van het werk. En dan is het ook elke dag een stukje maken. Dus dan is het ook doorgaan. Heb je wel weekend. Tenzij je weekenddienst hebt. Dus het is een beetje. Tenzij je alsnog een stukje krijgt. Dan moet je het alsnog maken. Ja. Dus het speelt niet alleen voor ons dit, denk ik. Nee. Oké, en is het een kwestie van aan het begin van, dat we hebben het hier vooral ook voor beginnende freelancers, is het iets wat je aan het begin van je carrière extreem moet doen, uren maken? Nou, het gaat niet om de uren. Heb jij een perspectief dat het op een gegeven moment rustiger wordt? Op een gegeven moment ga je niet meer alles doen, dat scheelt. Dat je op een gegeven moment ook gewoon weet, nou, dit hoeft niet per se, of dit kost veel te veel tijd, krijg ik veel te weinig voor betaald, dus laat maar zitten. Okay. Dat leer je. En aan het begin doe je alles. Dus dat is wel iets wat je als jongere, ja, je kan er niets van doen. Want je weet ook in het begin ook niet zo goed waar je dan veel tijd aan kwijt bent. Maar je moet dus, in de eerste jaren moet je indruk maken met wat je kan. En dat moet je laten zien. En daar moet je veel voor doen. Dat is wel hoe het werkt. Mm-hmm. En op een gegeven moment moet je denken, wat vind ik belangrijk? Wat wil ik doen en wat wil ik laten? Oké. Okay. We hoorden naar het verhaal van Erwin en het is eigenlijk gegroepeerd rond 4 pijlers die de uitkomst zouden moeten bieden. Hè? Dat die motivatie, eventueel ander werk, subsidies aanvragen, samenwerken. Als jullie daar een prioritering in moesten aanbrengen, waar verwacht jij het meeste van om te overleven in de freelance praktijk? Begin bij jou. Waar ik het meeste van... De intrinsieke motivatie is het belangrijkste. Ja? Dat denk ik wel. Om te overleven in de... Als je die motivatie niet hebt, dan ga je die verhalen ook niet maken. Dus, en daarna komt inderdaad de stap, met wie ga ik samenwerken? En waar hou ik het budget vandaan? Ik denk dat eigenlijk inherent aan elkaar is. Mm-hmm. Wat was de vierde pijler? Sorry. Samenwerken. Subsidie ben ik niet bekend mee nog. En ander werk. En ander werk, ja. Nee, ja, dus intrinsieke motivatie dan gaan kijken met waar je het kan pitchen en hoe je er aan gaat verdienen. Had dat ook voor jou, Diert? Ja, ik denk, bij mij ligt echt een motivatie in gewoon het onderzoeken. Maar ik merk wel tegelijkertijd van, je gaat elkaar toch ook een beetje opzoeken. Dat is ook wat uiteindelijk bij Spit is gebeurd. Want nou ja, Bram en Parsifal waren eigenlijk al begonnen. En ik werkte veel samen al met Kim van Keken. En wij hadden het er eigenlijk al over van, ja, we gaan gewoon onze eigen boomhut bouwen. Want het is best wel ploeteren in je eentje. En je wil ook gewoon... Ja, wij noemen dat dan veilige boomhut. Inderdaad, van ja, soms heb je gewoon opdrachtgevers die gewoon niet zo netjes zijn. En je wil af en toe elkaar ook een beetje beschermen, voor elkaar opkomen. Misschien als je met meerdere mensen onderhandelt, kan je ook een betere prijs eruit halen. Dus met dat soort ideeën zaten wij te spelen. En Bram en Parsifal hadden ons toen benaderd. Die zeiden van, nou,
waar jullie het over hebben, daar zijn wij eigenlijk al mee begonnen. Dus dat was eigenlijk een hele natuurlijke aanhaking. Dus ik denk dat die samenwerking ook wel heel belangrijk is. Van dat je niet de enige bent. Want freelancer kan anders heel erg eenzaam zijn. Je hebt niet echt... soms zit je op een redactie, maar vaak ook... Ik werk bijvoorbeeld vanuit huis. Dus ik heb geen... Ik vind het wel heel lekker dat ik niet hoef te vergaderen. En dat ik denk van, oh god, het duurt lang. Ik kan het anders doen. Dat is een voordeel. Maar het nadeel is wel dat je hebt minder... Dat je bij elkaar even naar binnen loopt of een praatje maakt. En dan kan het heel snel heel eenzaam worden. Dus ik denk dat ook die samenwerking ook wel belangrijk is... om ook te weten dat je er niet alleen voor staat. Dat maakt je ook sterker. Ja, zeker. Want, ja, want je merkt ook vaak, je bent ook best wel afhankelijk van je uitgever. Want soms schrijf je een stuk over iemand met hele diepe zakken en lange tenen. En die gaan vervolgens met advocatenbrieven dreigen. Of Kim van Kekening hebben zelfs gehad dat toen senator Dutton ons inderdaad voor de rechter sleepte. Toen hadden we geluk dat we een uitgever hadden in Hearst, omdat we bij Quote hadden gepubliceerd. Nou ja, die vonden daar, die zaten daar niet, die keken niet daarvan op. En die hielden daar wel van. Dus ik kreeg echt meteen ook een goede mediaadvocaat en prima begeleid. Maar Kim heeft ook wel eens meegemaakt dat iemand anders zei bij een andere opdrachtgever bij de eerste advocatenbrief. Van, nou ja, misschien moet je dit toch maar even niet meer verder. Want dat is er niet zoveel zin in. En dan sta je wel alleen. En dan sta je echt met je kop in de wind. En dat is voor eenpitters wel lastig soms. Dus ik denk dat die samenwerking, niet alleen die intrinsieke motivatie, maar ook anderen zoeken die diezelfde motivatie hebben. Heb jij er nog een pijler aan toe te voegen, Jochem? Nee, ik wil eigenlijk ook inzetten op samenwerking. Dat is ook het allerbelangrijkste. Okay. Ik zou nooit iets in mijn eentje doen. Ja. Een onderzoeksproject in ieder geval. Okay. En de subsidiestromen niet. Want we krijgen ondertussen kijken mensen thuis mee. En Idis de Bruyne, collega bij Journalism Fund in Vlaanderen, vraagt bijvoorbeeld of jullie ook over de grenzen subsidies aanvragen. Of dat jullie puur het Nederlandse werk kennen. Nee, zeker over de grenzen. Ja? Ja, nee, ook met Vlaamse subsidiefonds. We hadden bijvoorbeeld... er werd net al even genoemd naar de gezusters van Velse documentairemaaksters over die Zuid-Afrikaanse gevangenis. We hebben toen ook deels met hun journalistieke vraag opgepakt van, nou ja, hoe zit het dan met private beveiligingsbedrijven in Nederland? Het hebben een paar verhalen, ik met Kim van Keken bijvoorbeeld ook voor De Groene geschreven, over beveiligingsbedrijf G4S. Maar we hebben ook samengewerkt met Belgische journalisten. Want die zagen dezelfde ontwikkelingen als in Nederland. En op sommige fronten liepen zij weer voor. Want daar hadden ze zelfs private beveiliging bij daklozenopvang. Wat wij in Nederland dan weer niet hadden. En op andere fronten waren we in Nederland weer wat verder. Dus dan ga je dat samen onderzoeken. En dan vraag je ook gezamenlijk zo'n fonds aan. Mm-hmm. En dankzij ook die samenwerking over de grenzen heen. En ook dankzij inderdaad die subsidies. Hadden we ook de tijd om uit te zoeken. Dat bedrijf ook projecten binnenhaalde door te bluffen. Dan zeiden ze, ja, in Nederland doen we al dit en dat, zeiden ze dan in België. En in België zeiden ze, ja, andersom. Dus. Okay. En op die manier konden ze zichzelf groter voordoen dan ze waren. En dus ook contracten binnenslepen. Nou, dat hadden we niet ontdekt als we niet hadden samengewerkt met Belgische collega-freelance journalisten. Dus dat is zeker wel echt een meerwaarde. Zeker als het ook gaat over Brussel, verhalen over de Europese Unie. Ook dan is die samenwerking echt wel heel handig. Zou ik zeggen, ja. Jij over de grenzen gekeken? Zeker. Sinds kort twee fondsen gekregen van eentje toevallig via IDES. Misschien is die vraag die hij stelt niet helemaal toevallig. Dus eentje via Journalism Fund en nog een andere. Dat maakt niet zoveel uit. En dat biedt mogelijkheden. Biedt zeker mogelijkheden. Ik zou wel, als je net begint, zou ik beginnen met Nederlandse fondsen. Omdat die wat... iets minder bureaucratisch zijn dan dit zijn Europese fondsen, waar ik het dan niet over heb. En die eisen dan een partner in een ander land. En dat het is net iets meer gedoe om te bij kijken dan in Nederland. Maar als je dan zeg maar één keer bij BNP geweest bent of bij de Stichting Democratie en Media, dan kun je wel daarna zou ik dan in iets Europees gaan. Dat biedt zeker mogelijkheden en geld. Mooi, dat is prima. Er komt nog ook een vraag binnen van Sammy Stoetart. We hebben net gehad over de juridische backup. Als je als freelancer dat je betrekkelijk kwetsbaar bent. Mm-hmm. Je bent natuurlijk ook betrekkelijk kwetsbaar tegenover collega's die een heel goed idee van jou min of meer overnemen. Het gaat bij Sammy om een geval van undercoverwerk, wat ze heel veel tijd in heeft gestoken. Mm-hmm. En wat ze dunnetjes zag worden overgedaan door andere partijen. Ik noem maar wat. Je kunt als
als undercover bij allerlei nieuwe start-ups gaan werken, zoals Jeroen van Bergijk deed. En dat is een verleidelijk businessmodel om te imiteren. Ja. Zou je daar als freelancer, wat kun je daartegen doen? En hoe kun je daartegen wapenen? Dat is best een moeilijke vraag, maar wat zou jij dan? Maar volgens haar opdracht werd nagedaan? Ja, in haar werk, ja. Het werd dunnetjes overgedaan en werd plot wereldnieuws in de Benelux. Hij geeft geen voorbeeld. Het gebeurt en het is echt verschrikkelijk dat gebeurt. Mm-hmm. Echt niet goed dat gebeurt door grote media. Okay. En wat je daartegen kan doen, ja, volgens mij, als je zo'n idee hebt, moet je dat pitchen direct en melden bij die krant en het samen gaan maken met hen. Yeah. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want je hebt wel weer die connecties nodig als beginnend journalist. Het stuk dat ik voor het AD had geschreven. Toen heb ik ook inderdaad de chef daarop gebeld. Ik ken Den Haag niet heel goed, dus ik heb gevraagd, ik wil samenwerken met iemand voor een dagtarief en het gaat ongeveer zoveel dagen kosten. En toen lag het inderdaad wel bij het AD en heb ik dat onderzoek uitgevoerd. Maar dat kon alleen doordat dat vast was gezet van tevoren. En ik vraag me af of dit dan in deze situatie, dat ze een idee heeft gepitcht of hij, en dat het gewoon gestolen is. Mm-hmm. Maar dat is echt journalistiek. Dat kan niet. Maar het gebeurt en... Jullie was tegenaan gelopen? Dat iemand een idee steelt? Ja, of dat het dunnetjes, dat je een goed basisidee hebt, dat je het verder zou kunnen uitbouwen, maar dat het uitbouwen door anderen wordt overgenomen. Nee, heb ik nooit gehad. Nee. Ik eigenlijk alleen maar dat. Ik kies ook onderwerpen waar je niet zoveel concurrentie hebt. Oké. Okay. Ik zou niet zo. Is dat ook een voorwaarde om het te doen? Nou, als ik concurrentie heb, dan zeggen ze dat kunnen wij zelf ook wel. Als je het ergens aanmeldt. Dus dus je moet een onderwerp kiezen waarbij zij het zelf niet kunnen. Ja. Zijn er te veel mensen die in dezelfde vijver vissen? Want dat suggereert het ook een beetje. Jij vindt van wel. Ik vind van wel. Ja. Ik vind hoe meer journalisten, hoe beter. Oké. Maar ik ben benieuwd waarom jij dat wel vindt eigenlijk. Nou, wat net aan het begin al gezegd werd, is dat veel journalisten weer heel gauw weer stoppen. Omdat het gewoon geen goede toekomst biedt. Er zijn gewoon veel te veel journalisten die dan niet allemaal journalistiek werk doen, maar wel proberen en mee willen doen. En het gevolg is dat je met z'n allen elkaar de race naar beneden inzet, die al lang geleden ingezet is. En daarmee allerlei prijzen drukt. En dat is heel slecht. Daarom vind ik het slecht. Ja. Ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want het is wel bijvoorbeeld, als je ook kijkt naar die tarieven die bijvoorbeeld bij bepaalde uitgevers heerst. Ik bedoel, ik weet niet of jullie ook, hè, bijvoorbeeld Chris Klomp, die bij het AD vertrok, die ook inderdaad vermelde van jonge freelancers die gewoon 10 euro per uur krijgen. En dan, de pauze wordt er wel afgehaald, want die is voor eigen kosten. Ja. Ja, sorry, maar dat is gewoon om je kapot te schamen. Helemaal als je ook gewoon ziet hoeveel winsten die uitgevers ook nog gewoon halen. En dan gewoon een beetje jonge freelancertjes uitknijpen. Dat is één, dus ze krijgen vaak onderbetaald. En B, dat van ideeën stelen. Nou, ik heb wel eens gehoord ook van jonge freelancers die vertelden, gingen ze weg bij een platform. En het enige wat ze te horen kregen was, oh, geef je bronnen even over, om vervolgens met het hele dossier aan de haal te gaan. Mm-hmm. Ja, dat zijn echt volwassen kerels van boven de 40 die dat gewoon doen bij jonge mensen van in de 20. Ja, sorry, maar daar kan ik echt heel kwaad om worden. Het is gewoon niet te geloven, want misschien komt het ook van, ik weet niet of het meer is in een ding van de journalistiek of dat het bedrijfsleven vaker gebeurt, ik weet het niet. Maar ik weet in ieder geval, in de wetenschap is het vaak van, als jij bijvoorbeeld, hè, het zou onbestaanbaar zijn dat mijn promotor bijvoorbeeld op een goede dag zou zeggen, nou, dat is hartstikke leuk idee. En dan vervolgens haar eigen naam op het paper zou zetten. Het gebeurt wel eens, maar als het gebeurt, nou, dan krijg je het ook echt wel te horen. En dan word je ook echt wel gewoon geshamed binnen de academische gemeenschap dat je dat hebt gedaan en dat dat gewoon niet oké is. Maar hier in de journalistiek wordt het een beetje gedacht van, ja, dat hoort er een beetje bij. En dat is zo. Maar dat is wel, als het gebeurt. Dus het gebeurt, weet je wel. Maar ik vind dat wel echt gewoon. Refereer je trouwens naar Follow the Money nu ook? Of niet? Ja, ook refereer je naar Follow the Money waar dat is gebeurd? Nee. Ik ga geen namen noemen van welke platforms het zijn. Maar het zijn bij meerdere platforms van meerdere jonge journalisten heb ik dat gehoord. Ook bij grote uitgevers hoor. Dus dat komt gewoon relatief vaak voor. En helemaal gewoon als je kijkt binnen een bepaald vakgebied. Vind ik gewoon de mate waarin je ongestraft met ideeën van jonge mensen er vandoor kan gaan. En ze tegelijkertijd ook nog kan onderbetalen. Vind ik echt wel een probleem wat ons allemaal aangaat. En ik denk dat het niet alleen een kwestie is van... van te veel concurrentie. Want daarmee geef je jonge mensen ook het idee van, ik doe iets verkeerd. Want blijkbaar lukt het andere mensen wel en mij niet. En wat doe ik dan verkeerd? En moet ik dan misschien vaker mijn mond houden? Dus je merkt ook met jonge mensen, die gaan heel erg aan zichzelf twijfelen. Iets wat er heel erg gebeurt, heel erg haantjes, heel erg een bepaald
Dus niet alleen in onderzoeksjournalistiek, maar ook in de gewone journalistiek. Het is een heel erg ego, grote ego zitten er. Ja, ik heb wel eens Bokito al overschot in de journalistiek. Ja. Er lopen echt heel veel Bokitotjes rond die het heel erg met zichzelf hebben getroffen. En daarmee ook gewoon echt jonge mensen ondersneeuwen. Ja. En die dan daardoor ook heel erg aan zichzelf gaan twijfelen. Dus dat is misschien iets, misschien is het een beetje de stokpaardje. Maar daarom vind ik ook echt van onze beroepsgroep een plicht om voor de jongeren op te komen. Mm-hmm. Want die hebben zoveel moeite om daardoor heen te breken. Ja, en dan gaan ze op zichzelf, aan zichzelf twijfelen. En daardoor zie ik inderdaad ook niet alleen mensen gewoon stoppen ermee omdat ze gewoon niet goed genoeg zijn. Omdat ze binnen de concurrentie niet boven komen drijven. Maar omdat ze zich gewoon zelf gewoon... die gooien gewoon de handdoek in de ring. En dat zijn hele talentvolle mensen waarvan ik denk van jeetje, ik zou die nou... Als ik in de wetenschap zou zitten, zou ik die heel graag als promovendus willen hebben. Ja. Of die zou ik heel graag, die zou ik zo aannemen als ik ergens bij een uitgever zat. En die mensen stoppen ermee. Ja. En degenen die onacceptabel gedrag accepteren, die blijven dan vaak zitten. Want ja, die trekken hun mond niet open. Dus dat is ook wel iets wat ik denk van ja, bij sommige redacties ook. De verhalen over angstculturen op redacties is ons allemaal ook niet vreemd. Dat moet toch echt wel doorbroken worden. Er staan best wel... Hoe moet het doorbroken worden? Mensen moeten, zoals we hier bij dit soort panels sowieso al erkennen dat er zo dat soort dingen spelen. En dat mensen hun mond niet open durven te trekken, is al een eerste stap. En mensen ook niet in de kou laten staan op het moment dat ze actie proberen te voeren. Ik vond ook bijvoorbeeld dat op een gegeven moment dat de freelancers ook bij onder meer NRC daadwerkelijk ook begonnen, schrok ik ook een beetje van het gebrek aan steun van andere collega's die zij kregen. Dan denk ik, ja, help ze nou gewoon, weet je wel. En kom een beetje wat meer voor elkaar op. Ja. En wees niet te veel bang voor je eigen hachje. Dat mogen journalisten. Want zeker omdat we als beroepsgroep iedereen de maat nemen. Maar bij onszelf is dat dan weinig lastiger. Reflectie is. Ja. Binnen de eigen. Nee, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. En tegelijkertijd moet je als journalist ook... En dat vind ik ook heel moeilijk als freelancer. Heel hard zijn. Je moet op een gegeven moment kunnen zeggen... Dit is wat ik ervoor wil. En dat geldt... Dat moet je in kunnen onderhandelen. Je mag ook wel als freelancer weten waar je staat. En dat je iets in handen hebt. En dat er vaak ook wel geld voor is. Hè? Want dat is ook nog eens verschrikkelijk. Dat er vaak gedaan wordt door grote media dat er geen geld is, maar er is vrij vaak wel geld. Mm-hmm. Maar dan mag je ook hard in onderhandelen, denk ik. Ja, en ik heb ook, ik weet nog wel, volgens mij was het ook bij de Volkskrant, zeiden ze van nee, we gaan niet in die fondsen zitten hoor, dat is voor de kleintjes. En dan is er eenmaal een grote aanvraag en dan zie je ze toch wel weer zitten. Dus dat kan ook niet, weet je wel. Dus je buiten voordoen alsof je heel sympathiek bent, maar ondertussen de pot graaien waarheen pitters zo van afhankelijk zijn. Dan denk ik, ja, dat is volgens mij niet de bedoeling en dat is niet altijd waar die fondsen ook voor bedoeld zijn. En ik vind ook wel dat je ook als fonds mag vragen van goh, vind ik een hele terechte vraag ook. Als je zegt, je bent wel van een uitgever met miljoenen winst. Dus waarom kom je bij ons? Dat loop ik ook wel tegenaan. Want Volkskrant doet een fantastisch iets met de opinies daar nu op dit moment. Met de hele, maar dat is allemaal via het fonds is dat geregeld. Waar ik ook van ja. En wel heel erg trots erop zijn. En dat mag, want ze doen iets heel interessants. Maar het geld komt wel en daar zijn ze ook transparant over. Maar het is wel een bepaalde... Ik denk, ja, de balans, is die goed genoeg daarin? Wat bedoel je daar precies mee? Dat ze daar geen beroep op mogen doen? De combinatie van veel subsidie krijgen en mensen uitbuiten, want ik noem het uitbuiten, die mag niet, dat kan niet zo zijn. En dat is zoals dat is wel hoe het nu gaat. Oké. Zou ik zeggen. Ja. En dan zou ik miljoenen winsten nog even erbovenop doen voor jezelf. Dus je zit gewoon jezelf, je eigen zakken te spekken erop. Ondertussen zit je freelancertjes uit te buiten. En dan ook nog met je dikke vette vingers in de subsidiepot graaien. Ja, denk ik van, dit zijn toch wel drie dingen. Het is een prachtig journalistiek verhaal trouwens. Ik wil nog wel even iets tegenoverstellen. Want ik vind ook dat wij als ZZP'ers zelf meer moeten doen. Dus meer voor onszelf moet opkomen. Ja, ik zit met z'n vijven, leid ik een groep freelancers bij Trouw. En heel veel van die freelancers zijn ontevreden, maar ook heel veel hebben nog nooit daar iets van gezegd. En dat vind ik, dat kan niet. Je moet er tegenin gaan. Je moet meer vragen, je moet het gesprek aangaan. Dat is zo moeilijk, want waar we het net over hebben, je zit wel in een bepaalde cultuur waar het soms niet makkelijk is om dat te doen. Het gevoel van dat je dan weg mag, dat is groot. Bij veel freelancers. Ja, maar dat onzekerheid. Dat valt vaak wel mee. Als je vraagt, de meeste van die mensen op de redactie snappen namelijk best wel dat het niet allemaal oké is. En ik denk dat het ook vermoeilijk is wat je bij, en dat zie je ook bij enkele gewoon platforms, waar die dan ook wel geleid worden door heerschappen die het ook wel met zichzelf getroffen hebben. En je ziet ook bij onderzoeksplatform dat er ook heel erg van freelancers wordt verwacht dat ze zichzelf als merk gaan verkopen. En dat werkt ook een beetje die egomane, monomane bokito cultuur een beetje in de hand. Dat je jezelf moet wegzetten als merk. Want ik als, weet je wel, ik als die en die vind nu dit en ik ga nu dit filmpje opnemen en ik ga deze podcast. Terwijl
Ja. Dat ik denk van eigenlijk moet het gewoon gaan om het onderwerp. En jij bent totaal ondergeschikt aan het onderwerp. Je bent alleen maar de boodschapper, weet je wel. En degene die centraal staat is eigenlijk naar de lezer. Daar ga je naartoe. Maar ook in een poging om een soort... Ik weet niet of het een poging is om zichzelf ook een beetje te vercommercialiseren. Om dan misschien wat minder afhankelijk te zijn van subsidies. Ik heb geen idee, maar ook daar zit iets... Een ontwikkeling van de laatste jaren wat steeds meer versterkt wordt. Dat journalisten zichzelf ook steeds meer als merk gaan zien. Wat ook een beetje dat mannetje-mannetje cultuur ook op redacties... Dat is een trend die al langer journalistiek gaande is. Eerst was het de redactie en vervolgens zijn er namen en er staan er foto's bij. We moeten, of niet? Sorry? Je keek naar nee, tijd. Nee, ik ga rustig door. Ja. Nee, dus ik denk dat die trend al langer gaande is. Ja. Ja, en het is ook heel lastig, hoor, want je hebt ook bijvoorbeeld heel veel mediafora. En ik zit daar soms natuurlijk ook wel zelfs in. Hè, op bijvoorbeeld de radio. En dan krijg je als de vraag zo'n redacteur. Ja, wat vind jij ervan? Ik zeg, ik zeg alleen, ik zet uiteen wat er nu aan de hand is. En wat iemand ervan vindt, dat is aan de luisteraar. Maar die willen dat ook zo graag in een voor- en tegenformatje. Ja. Met gezichten uit de media, die dan ook weer de mening hebben. En terwijl ik denk van, dan luister ik soms ook de radio. En denk ik van, ik hoor de hele dag alleen maar mensen met een mening. Die daar ook zelf ook zichzelf neerzetten. En je zet jezelf als journalist ook weg, als merk. Terwijl ik denk, ik vraag me ook altijd af of de lezer of de luisteraar. Maar Mediaforum, misschien dwalen we af, maar Mediaforum is natuurlijk voor de journalist ook heel erg. Dus dat is heel erg. Ja, dat is heel erg ook gericht op journalisten. Ja. En dat is meer in bredere zin waar je als journalist ook wel mee te maken krijgt. Dat journalisten zijn heel erg bezig met journalisten. Nee, zeker. Dat is zeker. Iets. Dat zijn we ook hier op dit moment. Ja, zijn we nu ook aan het doen. En daarmee worden we ook groot. Terwijl we natuurlijk heel veel jonge en beginnende freelancers naar ons zitten te kijken. En misschien moeten we daar toch even naar terug. Jullie zijn dat stadium gepasseerd. En jullie hebben dat overwonnen, ongetwijfeld ook met behulp van anderen. Wat zijn hele goede tips voor jou geweest, Jochem, om die beginfase te overstijgen? Ik heb tips niet zoveel gekregen. Ik heb het een beetje zelf uitgevonden, maar een tip die ik zou kunnen geven is... Welke had je willen hebben dan? Het is nog een betere. De allerbelangrijkste is probeer het gewoon. Want er zijn heel veel mensen die hebben een goed idee. Ja. En die denken, dat komt wel een keer of... Ik zou niet weten hoe ik daar moet beginnen, maar het is best wel goed te doen. Dus ook als jonkje, want je zegt, we zijn het ontstegen beginnersniveau. Volgens mij valt het wel mee. Ik doe het nu 3 jaar. Ja. Ik hoor David 1 jaar. Ja. En jij hoeveel jaar? 2, 3 jaar, zoiets. Nou, het is niet zo heel veel ervaring, hoor, die hier aan tafel zit. Dus het is echt, voor je het weet ben je goed. En voor je het weet ben je ervaren. Het gaat heel snel. Oké. Okay. Ja, je moet het doen. Dat is het allerbelangrijkste. Ik heb ook geen tips gekregen, echt. Een leuke opleiding als achtergrond waar ik veel heb geleerd. Maar het is niet dat ik nu in mijn freelance carrière tips heb gekregen van mensen. Ga het zo en op deze manier doen. Dat is veel met collega's erover praten, dat helpt enorm. Dus dat je met elkaar kijkt, hoe doe jij het? En zoek die mensen op. Mm-hmm. Ook binnen de redactie, als je die mogelijkheden hebt. Ja, ik denk dat het ook een kwestie is van geluk hebben. Dus je moet ook iemand tegenkomen die jou het gunt. Ja. Die jou de ruimte geeft. Dus als het niet lukt, ligt het ook niet per se aan jou. Is het niet een brevet van onvermogen? Ik denk dat veel ook echt wel te maken heeft met geluk. Ik heb bijvoorbeeld geluk gehad dat Erik Smit van Follow the Money mij tijdens mijn promotietraject al vroeg van, goh, als je klaar bent, wil je dan misschien hier voor een paar dagen in de week aan de slag? Dus ik had meteen die basis ook al. Dus daardoor heb ik echt een vliegende start kunnen maken. Dus ik kreeg die ruimte. Ik ben daarna bijvoorbeeld veel gaan samenwerken met Kim van Keken, die ook weer gewoon contacten met de Groene had, zodat je op die manier ook weer daar... Mm-hmm. Zo zijn we weer andere mensen tegengekomen. Dus je moet echt mensen tegenkomen die je op sommige momenten ook een beetje aan de hand kunnen nemen. En je die ruimte en die veilige boomhut dan een beetje kunnen bieden. Mm-hmm. Dus als je dat als jonge freelancer niet meteen hebt, dan is inderdaad contact zoeken met andere freelancers een goede eerste stap. Maar ga het niet meteen op jezelf afschuiven als het niet lukt. Want veel heeft ook echt wel met geluk te maken. En zoals ik net al zei, ik heb heel veel fantastisch talenten al het vakgebied zien verlaten. Dat waren echt geen slechte onderzoeksjournalisten geweest. Helemaal niet. Mm-hmm. Ja, dus soms lukt het, soms niet. Dat is het weinig positieve. En het valt te doen. Maar het onderzoek starten. Als jij nu, zeg maar, als er iemand kijkt die zegt, ja, dit is toch mijn brandende ambitie. En die wil beginnen. Hoe, is de vraag? Ja.
Nou, je moet het pitchen. Dat is echt gewoon bij een gewoon verhaal ook zo. Je moet het pitchen. En het helpt al als je een paar stukjes geschreven hebt. En ik denk dat een goede vooropleiding daarbij helpt. Want je moet het gewoon laten zien dat je al iets kan. Dus op zijn minst een paar stukjes geschreven hebben die een beetje goed zijn. En daarna is het gewoon een kwestie van pitchen en proberen. En dan zou ik goed nadenken over welk medium je moet hebben. Er zijn bepaalde media die willen heel veel hebben. Ja. Ik noem een Groen Amsterdammer, misschien een Follow the Money. Nooit voor gewerkt, maar volgens mij hebben die ook, willen ook veel. Dat zijn nog maar die onderzoeksclubs die veel willen, die continu dingen nodig hebben, artikelen willen hebben. En daar is een goede start om bij zoiets te gaan. Ja, en kijk inderdaad waar het op aansluit. Want een stuk over MeToo zal minder snel aansluiten bij Follow the Money dan een NRC. Ik noem het even. Ja, tegelijkertijd moet je oppassen dat je niet in het vaarwater van de vaste redacteur gaat vissen. Dus daar moet je. Okay. Ja, dat is een grijs gebied soms. Ja. Ja. Oh. Dus je moet specialisaties op redacties in kaart brengen, al voor je als je je verhaal maakt. Ja, maar dat in kaart brengen, dat betekent gewoon dat je het googelt op NRC en dan het onderwerp. Dan is het niet heel veel werk hoor. Ja, en het is ook gewoon een kwestie van dezelfde media moeten volgen, toch? Ja. Ik bedoel, dat is inherent aan journalist zijn. Ja, en als je MeToo volgt, dan weet je al precies wat er over geschreven is. Dus. Ja, ik denk inderdaad, dat wordt wel vaak gezegd inderdaad, specialiseren. Ik zou niet per se meteen kijken van, oh, hier staan ook al andere mensen mee bezig. Want nou ja, ik merkte wel dat ik inderdaad als politicoloog al gespecialiseerd in defensie, dat ik op een hele andere manier naar het vakgebied keek dan al door journalisten traditioneel werd gedaan. Dus het is soms ook dat juist een specialisatie die je al misschien uit je opleiding hebt, kan ervoor zorgen dat je naar een onderwerp kijkt op een manier die journalisten gewoon weg over het hoofd hebben gezien. Dus ik denk dat het vooral het specialiseren is eigenlijk een soort van een ander woord voor die intrinsieke motivatie. Je moet wel gewoon, zeker als het gaat om onderzoeksjournalistiek, het hoeft ook niet altijd per se een onderwerp te zijn. Het kan denk ik soms ook in een onderzoeksmethodiek zijn. Hè? Je ziet ook bijvoorbeeld sommigen gaan zich specialiseren als datajournalist. Ik hoor nu ook gelukkig met horten en stoten hoorde ik vanaf de VU van een oud collega van mij, worden studentencommunicatie nu ook opgeleid in R, statistische programma's ook. En die snapten dan niet wat ze daar in de journalistiek mee moesten doen. Maar dat begint steeds meer, dat besef begint toch wel in te dalen. Dus ook dat is een manier om je te specialiseren. Gewoon onderzoeksmethode van hoe kan ik dingen onderzoeken. En je daarin wat meer bekwamen. En dan maakt het onderwerp wat je onderzoekt dan ook misschien wat minder uit. Dus dat is ook een mogelijkheid. Ja, duidelijk. Nieuwe onderzoeksmethodes. Ik kijk even op de klok. Het is al bijna tijd. Maar misschien heeft mijn vraagstelling niet de aanleiding gegeven tot alles te vertellen wat je op je hart had. Zijn er dingen die jullie nog willen meegeven aan de kijkers thuis? Ja, begin. Doe het. Begin klein. Je hoeft niet meteen groot te beginnen. Zorg inderdaad voor dat basis, voor de basis dat die goed is voordat je echt iets kan doen. En haal er plezier uit. Dat is het allerbelangrijkste ook. Beetje cliché, hè? Ja, maar het komt wel meer. Ik zou inderdaad zeggen, zoek die samenwerking ook op. Ja. Zodat je samen een vuist kan maken en durf ook die stap te nemen. En je mond open te trekken op de redactie, als iets niet door de beugel kan. Jochem, jij? Vraag te veel. Vraag te veel? Vraag te veel, dat is altijd goed. Overvragen, niet schamen. Huppig idee. Ja, voor je het weet, soms krijg je het en anders dan denken ze, oké, blijkbaar durft hij zoveel te vragen. Yeah. Misschien zal het wel waard zijn. Ja. Zitten jullie het over 10 jaar nog in de onderzoeksjournalistiek? Ik hoop het. Verhalen journalistiek, daar zit ik ook heel erg tegenaan. Ja. Dus ik vind die twee. En persoonlijk is mij, ik weet niet hoe jullie er. Ik hoef niet elke maand een groot stuk. Ik ben blij als er 1 keer per jaar een heel mooi stuk komt. Daar ben ik al heel tevreden over. Dus ook daarin, je hoeft niet elke maand met een. Je bent fulltime onderzoeksjournalist, maar dat hoeft niet elke maand. Nee. Voor mij, maar dat kan voor anderen anders zijn. Nee, elk verhaal kan niet een fantastisch. Soms heb je gewoon iets minder verhaal dat je denkt van, dat had misschien wat beter gekund. Dus niet alles wat je doet hoeft het grootste Pulitzer Prize waardig loop prijswinnend onderzoek te zijn. Het is wel fijn als je dat natuurlijk kan doen. Maar dat is zeker met onderzoeksjournalistiek. Het kost tijd. Soms heb je heel veel tijd in iets gestoken en dan is dat achteraf toch minder dan je had gehoopt. Maar goed, dan wil ik het daarbij laten. Vanwege de tijd ook. En niet vanwege de kwaliteit van de discussie. Hoop ik ook voor degene die thuis zaten. Ik stel voor dat we elkaar over 10 jaar dan weer spreken. Als onderzoeksjournalist. En goed, verder. En hopelijk ook met een panel met mensen die nu thuis hebben
gekeken en geluisterd en geïnspireerd zijn geraakt door dit verhaal van Jochem Staalduinen, David Hielkema en Diewertje Kuipers. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie inbreng. We gaan om 1 uur, dat is over iets meer dan 10 minuten verder. Dank jullie voor de aandacht. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Dank je wel.